Ja, dan de keeper van PSV, Boy Waterman. Boy, wat is jouw verhaal van deze wedstrijd? Ja, ik denk eigenlijk dat je de betere ploeg bent, alleen je speelt gelijk. Ik denk dat je geeft wel te veel kansen weg, maar goed, je creëert daarentegen ook weer genoeg. En ik denk als je die afmaakt, dan komt NEC helemaal niet meer in de wedstrijd. Ja, jij ziet het allemaal voor je gebeuren. Een wedstrijd waarvan ik denk, ja, een groot gedeelte hebben jullie de wedstrijd compleet onder controle. Maar de knock-out wordt er niet toegediend. En dan sta je hier heel erg chagrijnig. Ja, behoorlijk. Maar ja, goed, dat is het verhaal. Als je hem aan de overkant niet erin schiet, dan heb je een hele grote kans dat hij er bij jezelf in vliegt. En dat is vandaag ook weer gebeurd. Ja, vliegen er verwijten over en weer? Nee, dat niet. We weten wel hoe en wat. En verwijten maken, dat heeft geen zin. Nee. Wat is hoe en wat is wat? Dat houden we binnen kamers. Dat moeten we volgende week weer laten zien. Dat we gewoon weer willen en kunnen winnen. Ja, want het eigenaardige is, iedereen heeft het hele seizoen over de verdediging van PSV. Die zou van minder niveau zijn. Nou, Vitesse is het vanavond weer hetzelfde verhaal. Tal van kansen creëren. En niet weten te scoren. Ja, nou ja, kijk, je scoort heel veel dit seizoen. Maar goed, je krijgt nog veel meer kansen. En ja, het is een stuk makkelijker als die er ook in gaan. Dan is het verdedigd ook een stuk makkelijker. Dan gelooft de tegenstander er niet meer in. En nu houdt de tegenstander geloof. Ja, wat doet dit met de moraal van PSV? Moeizame wedstrijden tegen Vitesse en Ajax. Dan komt de revanche tegen Twente. En de eerste, de beste wedstrijd weer. Ja, de deksel op de neus. Ja, nou ja, je weet dat het kan gebeuren. Elke wedstrijd begint met 0-0. En je moet alles geven om te winnen. En we hebben misschien wel alles gegeven, alleen we hebben niet alles goed gedaan. En dan eindigt zo'n wedstrijd 1-1. Ja, er stond veel druk op Zanka. Die stond vandaag in de verdediging. Tal van blessures en afwezig in de verdediging. Wat is jouw eindconclusie? Want je had weer vier andere mensen voor je staan. Ja, nou ja, weer. Ik heb daar niet zo'n probleem mee. Zo'n heel groot verschil is het niet. Ik denk dat hij een goede wedstrijd heeft gespeeld. Hij scoort ook nog de 1-0. Als je wint, dan is hij helemaal de gevierde man. Dus ja, ik maak er niet zo'n probleem van. Ja, want misschien is het nieuw, maar ik denk dat deze week het meer over de aanvallers van PSV zal gaan dan over de verdedigers. En dat is dit seizoen wel eens anders geweest. Ja, wie weet, we gaan het zien. Maar goed, we gaan in ieder geval op naar de volgende wedstrijd. Pleister op de wonder dat ik je wel een uitstekende wedstrijd vond keeper. Dankjewel. Ik doe mijn best, maar goed. Je wint wel liever en dan ga je met een beter gevoel naar huis dan dat ik nu naar huis ga.